In Haarlem staan de politie en de dienst handhaving klaar voor een grootschalige brommercontrole, genaamd herriestoppers. Veel brommers en scooters worden opgevoerd, zodat ze harder kunnen dan de toegestane 50 km per uur. Vandaag meet de politie ter plekke de zogenaamde constructiesnelheid van de scooters. Is die hoger dan 50 km, dan volgt een boete en soms een inbeslagname. Hey, wat moet er met die camera, man? Rot op. Heel veel kost dat. Heel erg zo vriendelijk. Ja, tegen hun niet, nee. Tegen jou wel. Gelukkig maar. Dat weet je, dat moet ik wel. Oh, gelukkig. Maar hoeveel zou dat kosten dan als je in beslag genomen is en je wil hem terug hebben? Het ligt eraan of je wel vaker gepakt bent. Ik heb net 2 dagen mijn certificaat. Doe rustig, ik probeer je uit te leggen. Ik een beetje kennen. Wat wil je niet weten? Ja. Nou, wacht gewoon op rustig, hopen gaat zien. Dan is er een probleempje. Die jongen heeft ineens de sleutels niet meer. Dus ik weet waar je dezelfde sleutel is? Ja, is Oké. Nee, ze doen net die buddy zit open en dan heb je daar je sleutels in liggen. Nou, ja, mijn eerste sleutel zit in de buddy zit. Pak in ene. Ja, nou, ja. Ze waren bezig om de kentekenbewijs te pakken. Hij is met een testrondje bezig. Nou ja, weet je het is, we gaan nog verder als... De reserve sleutel nog halen, man. Ja. Laat hem even hier staan. Nou, dan ga jij de reservesleutel halen en kan je je sleutels weer pakken. Kom hier. Ja. Hoe ga je dan rijden? Nou, niet. Hoe krijg je je sleutels dan weer uit? Alleen niet. Ik heb ook helemaal geen reservesleutel meer. Nou, dan laten we hem even staan. Die opeens niet meer. En dan ga je even bedenken hoe je dat gaat doen. En tot die tijd blijft hij gewoon even bij ons. Is dat een oplossing? Maar als de agent de scooter meeneemt, komen die jongens opeens tot één keer. Maar ik maak hem al open, we zijn er een beetje klaar. Oké. Even schroeven draaien. Moet ik het doen? Ik heb hem zo open. Oh, laat hem eens open. Kom maar. Ik heb net, voor hem die, zeg maar, kabel wordt. Ik weet het. Doe het zelf maar even dan, jongens. Ga hem er zo van een... Ik ga er zo niet aan trekken. Deze professionele diep in, dus gelijk oppakken. Er zit wel troep in. Ja, de honden. Goed joh, wat bedrijf. Ja. Maar ik heb... Wanneer was je kentekenwijs nou? Ja, niet die. Oh, je bent aan het liegen. Dat ging je net zoetjes zoeken, maar dat heb je daar gewoon in zitten. Kijk. Joppie. Ja, dat kan ik afvallen. Het heeft even geduurd, maar de scooter kan dan toch op zijn snelheid worden gecontroleerd. En dat gaat niet goed. 71 kilometer is te hard. Hij heeft zijn rijbewijs niet bij zich. Hij had zijn kentekenwijs niet bij zich. En daarnaast had hij een overschrijding van 13 kilometer te hard. 71 op de rollenbank. En daar hielden we nog 63 van over. Dus ja, het is niet anders. Eentje van 70 euro, eentje van 35 euro. En de overschrijding was 50 euro. Bij elkaar toch... Even zuur voor hem. Rijbewijs, kentekenwijs en 13 kilometer te hard. Okay. Heb je een verklaring ervoor? Je bent niet het antwoord of verplicht? Nee. Nee? Nee. 155 euro. Ik kan er niks aan veranderen voor je, kerel. 155 euro. Thuis, in de tuin, dat denk jij gek. Okay. Ja, best kans dat ze allemaal apart komen. Het zou handig zijn. En op het moment dat ze komen, dan heb je ook nog 30 dagen de tijd om niet te betalen bij het CEB. Dus je hebt even de tijd om het bij elkaar te klussen. Geen probleem. Ja? Hij gaat lopen naar huis en hij mag pas weer rijden op het moment dat hij rijbewijs heeft. Het was geen invordering van zijn kentekenbewijs, dus hij mag zelf beslissen of hij de brommer zo hard laat rijden of niet. Hoe dan ook, brommeren zit er even niet meer in voor deze bestuurder.